In de eerste helft van de jaren 70 ontstaat er in New York een muziekstijl die eigenlijk de hele muziekwereld op zijn kop gaat zetten. En dat is de disco. En er zijn veel bijzondere aspecten aan de disco, bijvoorbeeld dat je er zo lekker op kunt dansen. Maar een van de dingen die er echt uitspringt is dat disco nou typisch een muziekstijl is die niet in het live circuit ontstaat, maar een muziekstijl die ontstaat op de dansvloer. DJ's worden ineens de sterren. Maar dat wil niet zeggen dat er geen bands waren die geweldige disco-muziek maakten. Tuurlijk, die heb je altijd nodig. En een van die bands is een band uit Florida. Florida was een belangrijke leverancier van disco-muziek. En dat kwam omdat er wat Caribische invloeden in hun muziek doorklonken. En die maakten die disco juist zo feestelijk. Disco is voor mij ook echt het vieren van de muziek. Misschien wel het vieren van het leven. En die band is KC and the Sunshine Band. When you take me by the hand. KC is Harry Wayne Casey, dat is de naamgever van de band, de zanger, en hij schreef de liedjes. Hij schreef onder andere Rock Your Baby voor George McRae en dat wordt wel de eerste echte grote discohit genoemd, maar met Casey en de Sunshine Band had hij er natuurlijk ook een paar. De allergrootste is That's the Way, I Like It. Dat is een lied dat in Amerika 2 keer achter elkaar op de eerste plaats kwam. Dat is een lied die in alle landen in Europa op de eerste plaats kwam. Dat is een lied die definieerde, jongens, zo gaan we dansen en zo gaan we daar muziek bij maken. Dit zijn de jaren 70, optima forma. That's the Way, I Like It. When you turn, turn.